En dan nu? Hallo kijkers, herkent u dit hekje? Het staat bij de Belvedere op het Kelfkensbos. Ooit was hier een hardstenen bank gepland, maar de laatste 11 elementen mochten niet geplaatst worden, omdat er dan in het archeologisch monument gegraven zou worden. De stenen banken kostten destijds in 1999 10.000 gulden per stuk. Ruim 50.000 euro was voor Jan Joker besteld en verdween nagenoeg geruisloos naar het lege Gelderlander terrein aan de Hessenberg. Er komt aanstaande woensdag een bestemmingsplanwijziging in de gemeenteraad op tafel om een nieuwbouwnettoren midden in een Engelse landschapspark te bouwen. Dat is op zich al erg, maar nog erger is dat er nergens een kostenplaatje van te vinden is. Bij het zogenaamde referendum in 2006 werd er nog gezegd dat het de gemeente geen geld zou kosten. Ondertussen is er al meer dan 1 miljoen euro uitgegeven aan ambtelijke kosten, maar daar hoor je niemand meer over. En het ergste komt nog. Artikel 6 van het nieuwe bestemmingsplan. Wat staat daar? Ik citeer. De kosten, onder andere voortvloeiende uit de aanpassingen van het bestemmingsplan, komen ten laste van de planexploitatie, waarin de kosten en de dekking van de kosten zijn opgenomen. Derhalve kan gesteld worden dat de bestemmingswijziging financieel-economisch uitvoerbaar is. Door de aangegeven dekking is het kostenverhaal verzekerd en hoeft bij vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vastgesteld te worden. En dat betekent zoveel als: we bepalen nu dat de kosten in de begroting komen te staan en daarom hoeven we niet uit te rekenen wat het gaat kosten. Of in Jip en Janneke taal: de kosten staan in het kostenplaatje en daarom hoeven we geen kostenplaatje te maken. Leuk geprobeerd, college, maar daar trappen wij niet in. Ik weet zeker dat er in de gemeenteraad gekeken wordt naar deze column. Ze weten woensdag allemaal stuk voor stuk dat het een onbekende bodemloze put is. En moet u allemaal eens op gaan letten hoe er gestemd gaat worden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ooit zijn er nog eens 4 van die banken op Park 44 terechtgekomen. Maar dat terzijde.